Van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Testaankoop. De organisatie, zoals u weet, die u steeds wil adviseren en informeren. En vaak is dat over onderwerpen waar je misschien zelf niet elke dag bij stilstaat. En zo bijvoorbeeld vandaag over een ziekenfonds. En wat is dan de beste keuze die je kan maken? En dat doe ik met experte Ann. Dag Ann. Hallo. Ann, ja, zoals ik zeg, ziekenfonds, het is niet echt een sexy onderwerp. Nee, niet echt. Maar we hebben er allemaal mee te maken. Hè? Dus ja. Heel belangrijk dat we dat eens belichten. Eerst en vooral misschien, waartoe dient het? Hè? Wat is het juist? Wel, een ziekenfonds eigenlijk... De belangrijkste taak van een ziekenfonds is het beheren, het organiseren van die verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dat is iets wettelijk, dus dat moet iedereen hebben. Dat ben je verplicht, dus... Dat, ja. Daarnaast biedt elk ziekenfonds ook de aanvullende verzekering aan en de optionele verzekeringen die wel gekend zijn, zoals hospitalisatieverzekering, tandverzekering, ambulant of medische kostenverzekering. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste taken, laat ons zeggen, die een ziekenfonds aanbiedt. Ja, dus we gaan naar de tandarts, we gaan naar de huisarts en het feit dat we daar een deeltje van terugkrijgen, inderdaad. Dat is dat systeem. Dat is, systeem. Dat is duidelijk. En dan zijn er misschien wel verschillen. Ik denk aan een aantal grote spelers. Hè. Zoveel spelers zijn er niet, maar zijn er grote verschillen tussen die mutualiteiten? Wel, wat betreft wat jij daarnet zei, terugbetaling van dokter en zo, dat valt onder die verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Die is overal... identiek. Dat is volledig wettelijk geregeld. Ja. Maakt eigenlijk ook niet uit bij welk ziekenfonds je daarvoor gaat. Je kan dat zelfs gratis hebben als je bij de overheidsinstelling gaat. Het HZIV, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Okay. En dan ben je eigenlijk met alles in orde ook voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en zo. Heb ik het dan over de aanvullende verzekering? Dat is eigenlijk de verzekering waarvoor je betaalt bij die bekende private ziekenfondsen zoals Christelijke Mutualiteit, Solidaris en dergelijke. En eigenlijk is het enkel daarvoor dat je jaarlijks een ledenbijdrage betaalt. En daar zijn wel degelijk grote verschillen in van het ene ziekenfonds tot het andere. De ene legt wat meer de nadruk op voordelen voor kinderen, tussenkomsten bij vakantiekampjes en zo. De andere gaat misschien wat meer naar senioren toe voordelen bieden. En uiteraard bij die optionele verzekeringen, hospitalisatie en zo, ja, daar zijn zeer grote verschillen. Dat is ook volledig apart. Daar betaal je een aparte premie voor. Ja, bijvoorbeeld een tandverzekering. Ja. Daar denk ik dan aan. Ja, ja, dan is het belangrijk dat je toch wel even kijkt wat jouw noden zijn. Ja, en dat brengt ons dan bij wat is het belangrijkste verschil, hè? Ja, puur qua ziekenfonds zou ik zeggen het belangrijkste verschil is die aanvullende verzekering. Want je betaalt tussen de 100 en de 170 euro op een jaar bij een ziekenfonds. Maar, zoals ik al zei, daar kunnen zeer grote verschillen zijn in die extra aanvullende voordelen die je kan hebben. Dus het loont wel altijd eens de moeite om te kijken, ja, wat is nu voor mij op dit moment het interessantste ziekenfonds? Je moet het zo'n beetje bekijken van in welke levensfase zit ik. Wil ik aan kinderen beginnen? Ja, kijk dan eens wie biedt mooie voordelen voor adoptie of zwangerschap, jonge kinderen, met opgroeiende kinderen... orthodontie, een beugel en dergelijke. Ja. Dus dat is wel interessant. Wij zeggen eigenlijk zo van, vergelijk om de 5 à 10 jaar toch eens of dat je nog bij het juiste ziekenfonds zit. Maar je moet dat uiteraard op voorhand bedenken, want je kan niet starten met orthodontie en dan snel naar de mutualiteit met de beste tandverzekering. Als je behandeling gestart bent, is dat inderdaad, wat dat het wettelijke gedeelte betreft... Ja, dus je moet er goed over nadenken en plannenheid. Ja. Ja, hoe moet ik dan kiezen? Hebben we daar een kieswijzer voor? Ja, wij hebben zeker een kieswijzer. Onze koopwijzer ziekenfondsen. Ja. Eventueel, om eens te zeggen, want het is niet zo evident om als individuele persoon te gaan zeggen, ik ga eens eventjes een vergelijking maken. Nee. En wij hebben daar eigenlijk een vrij unieke module voor, die koopwijzer, waarin je kan zeggen bij welk ziekenfonds je op dit moment bent. En dan rekenen wij op basis van jouw behoeften uit wat dat voor jou eigenlijk het interessantste ziekenfonds kan zijn. Het kan zijn dat je... perfect gekozen hebt. Hè. Dus als ik nu eens een heel courant voorbeeld neem, laat ons zeggen, een gezin van 40ers met 2 opgroeiende kinderen. Ja. Die zijn nu aangesloten bij de Christelijke Mutualiteiten. Dat is het grootste ziekenfonds van heel België. Nederlandstalig, ik ben aangesloten, laat ons zeggen dat ik dat ben. Ik ben aangesloten bij de CM Vlaanderen. Ik woon in Jette en ik ben plots terug 45 jaar. Dat is tof. Ik ben 45 jaar, dus ik werk op een computer. Ik heb al wel last van mijn ogen. Ik heb wel interesse in bril en lenzen. Mijn man is ook van 79, ook 45 jaar. Die kan ook wel een bril gebruiken. Dan hebben we 2 opgroeiende kinderen. Een dochter van 16, die
courant, zoals tegenwoordig alle pubers, een beugel nodig heeft. En een zoontje van 12, hij heeft nu nog geen beugel, maar de kans is groot dat dat eraan zit te komen. Als ik dan kijk, wat hebben wij verder nog qua behoeften? Geboorte en adoptie, dat is voor ons niet meer nodig. Maar voor de kinderen, de sportclub, ja, ze doen allebei aan sport. Mm-hmm. Ze gaan graag op vakantie. Ze zitten in de jeugdvereniging. Voor onze dochter vind ik het toch al interessant om iets te weten qua contraceptie. En voor onszelf dan is een sportclub toch ook wel een interessante voordeel, mocht dat er zijn. Als ik dan een berekening laat maken... Spannend. Dan zie ik dat ik eigenlijk op basis van die ingevulde behoeften en noden... Als ik zou veranderen naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, dan zou ik per jaar een winst kunnen maken van €850 ten opzichte van mijn huidig ziekenfonds. Hoe berekenen we dat? Dus je kijkt, de jaarlijkse kosten, die premie, is voor ons gezin €218,40. Qua terugbetalingen, en in dit geval is dat gaat dat heel veel over die orthodontie gaan. De voordelen voor de kinderen, orthodontie, contraceptie en dergelijke. Ook die vakantiekampen betaalt ene ziekenfonds veel meer terug dan andere jeugdbeweging. We zouden per jaar €942,07 kunnen terugkrijgen. Dus eigenlijk zijn onze kosten bij dit ziekenhuis min 700. Wat betekent dat? Je kan eigenlijk €700 winst maken. Maar tegenover mijn huidig ziekenfonds maak ik zelfs meer winst, want daar zou ik minder terugkrijgen. Dat is eigenlijk best wel veel geld. Dat is zeker veel geld. Dus het is, zoals we zeggen, het is niet evident om het zelf te vergelijken. Nee. Wij gaan hier natuurlijk ook uit van wat de mensen aanvinken als behoefte. Daar rekenen we het maximum van tussenkomst uit. Ja. Zowel bij het huidige ziekenfonds... Best case scenario's. Ja, het best case scenario. Ja. Oké. Okay. Dus, dat is... Maar stel nu, ik heb dit gedaan en ik kom op deze uitkomst. Is het dan makkelijk om te veranderen? Het is eigenlijk zeer makkelijk om te veranderen van ziekenfonds. Feitelijk kan je op elk moment, wanneer je wil, veranderen van ziekenfonds. Alleen is het zo, je moet minstens 1 jaar aangesloten zijn. En je kan maar 4 keer per jaar, gaat het pas echt officieel in de spurtrimester op 1 januari, op 1 april. Mm-hmm. Dus stel jij dat jij zegt van op 2 april, ik wil veranderen, dan moet je wel wachten tot 1 juli... Om echt aangesloten te zijn. En natuurlijk mogen we niet vergeten, als we bepaalde verzekeringen toch al wel lang aan het betalen zijn, dan hebben we toch wel wat opgebouwd. Ja, want dat is, wij zeggen dus inderdaad, van ga om de 5 à 10 jaar eens kijken. Maar als je de hospitalisatieverzekering, de tandverzekering, bij je huidige ziekenfonds ook werkelijk hebt, dan moet je daar toch wel over nadenken. Je mag niet zomaar voor een paar euro's per jaar van die aanvullende verzekering gaan veranderen, want een hospitalisatieverzekering, dat is een heel ander verhaal. Daar is de premie, en ook voor de tandverzekering, is de premie sterk afhankelijk van je leeftijd bij instap. Heb je die vanaf je 20 jaar bijvoorbeeld, dan moet je echt al kijken van loont het wel de moeite om te veranderen voor een paar euro's meer voor vakantiekampjes of zo. Ja, absoluut. Dus dat is iets dat we zeker zeggen van... Overweeg zeker om te veranderen. Doe die moeite, maar hou rekening met andere verzekeringen. En dus verander niet in het wilde weg. Ja, de informatie vinden ze terug op de website. En ook de link naar deze vergelijker. Inderdaad. En daar hebben wij ook een stap-voor-stap-gids. En een heel dossier waarin alle mogelijke informatie staat. Zoals altijd, helemaal perfect. Dank je wel, Anne, voor deze uitleg. En bedankt jullie om te kijken. Als jullie hier nog ideeën of opmerkingen bij hebben, dan kan je die zeker aan ons laten weten. En doet dit jou, misschien inspireert dit jou om nog een ander onderwerp bij ons op tafel te leggen, dan zijn wij daar ook altijd heel blij mee. Dus voor nu zeg ik vaarwel en tot binnenkort.